Ik lees u de dagwoorden voor uit Psalm 119, vers 94. Ik ben de uwe, verlos mij. Ik ben de uwe, verlos mij. En het leerwoord uit Johannes 15, vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Almachtige Vader, Heer van het licht, Heer van het leven, Heer die genade schenkt, dank u voor deze dag. Dank u dat u ons weer gewekt heeft. Dank u, Heer, dat u met ons wil gaan, dat we opnieuw mogen beginnen met u. Het geeft niet hoe wij ervoor staan vandaag. We mogen bij u komen. Verlos ons, Heer. We zijn van u. En wij danken u dat wij mogen lezen dat u zegt, indien we in u blijven en uw woorden in ons blijven, dat we u alles mogen vragen. Wat een geruststelling, Heer. Vader, we verdienen het niet. En toch staat u klaar voor ons. Wilt u ons uw licht schenken? Wil u ons uw liefde geven? Uw vrede? Vader, die geruststelling dat wat er ook is, dat we doormaken, dat u met ons bent, dat u ons beschermt, dat u ons hand gevat houdt, dat u ons troost en ook al gaan we door dalen van diepe duisternis, dat we mogen weten dat u met ons bent en dat uw stok en uw staf ons vertroosten. Zalf onze hoofden met olie, o Vader. Geef dat onze bekers overvloeien. Mogen uw heil en goede tierenheid ons volgen. Niet alleen vandaag, Vader, maar alle dagen van ons leven. En mogen wij het licht dat onze paden bestraalt en dat ook ons doorstroomt, mogen we dat licht delen met anderen. Dat ze mogen weten dat zij niet in het donker hoeven te blijven, omdat u het licht bent dat gekomen is op aarde. Dank u daarvoor, lieve Vader, in de machtige naam, boven alle naam van Jezus Christus. Amen, ja, amen.